Dan kom je hier aan. Origineel wilde ik hier mijn wapenkamer maken. Maar ik dacht, dit is eigenlijk toch een perfecte bibliotheekruimte. Hier wil ik één bed plaatsen. Zo echt gewoon de master bedroom met vier mooie raampjes waar ik overal naartoe kan kijken. Jij mag, wat gaat de tijd snel. Nou, hij is klaar. Hij is wel echt leuk geworden. Ik vind hem zo cool met die kettingen zo die zo lopen. Het is echt alsof hij ook kan werken, weet je. En hij hangt boven het pad. Oké, nu ziet het er helemaal compleet uit. Wat een gezellig nieuw ruimtetje is het hier waar ik mijn winkeltje kan plaatsen, hè. Hey, hallo en welkom. Leuk je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we wedergekeerd in Content Veen. Wat een prachtig wereldje is het ook, hè. Er ligt overal nog sneeuw wat ik nog steeds weg moet halen van die rotsneeuwmannen. Maar dat komt allemaal wel een keertje. Ik ben gisteren live geweest en daarbij is een chessroom hier ontstaan. Iets georganiseerder dan normaal. Ook is Dikkie Dik veranderd in een varken. Echter hebben we de oude Dikkie Dik ook alweer terug. Mijn oude kamertje hier is helaas leeg. Het voelt echt alsof je uit je allereerste huisje gewoon aan het verhuizen bent. Zo verdrietig dat het zo leeg is hier. En voor de rest is er niet zoveel veranderd. Oh jawel, nog één ding. We hebben een geit. En de naam is Gerda. Gerda 2.0, want de eerste Gerda die ging dood. Goedemorgen, Stip. Leuk dat je er weer bent. Ik heb een leuke planning voor vandaag. Ik wilde mijn bouwbedrijf starten. Maar eerst hoor ik een zombie. Hoor ik nou hier? Ik hoor een zombie. Hé, maar waar? Nou, het zal wel. Maar eerst wil ik eventjes nog wat interieurwerk hier gaan doen. Door alle kamers boven even af te maken. Daar ook een beetje te versieren. Beneden de laatste dingen te doen. Zodat het kasteeltje misschien ook een beetje afgerond is van binnen. Dat zal wel heel fijn zijn. En daarna kunnen we beginnen. En aan ons bouwbedrijf. Dus tijd voor een makeover. We beginnen gewoon hier. En ik kijk hoe ver ik kom. En dan zien jullie het zo meteen gewoon. Tot zo! Nou, daar zijn we weer. Het is inmiddels 3 uur verder. Ik dacht, ik doe even een paar dingetjes in het kasteel, zei ik. Maar ik heb echt mijn hele middag hier aan gespendeerd. Ik ga jullie een leuke rondleiding geven. Als je afvraagt, wat heb je allemaal gedaan? Nou, het zijn niet details. Ik heb niks met wol toegevoegd. Niks zoals alles wat hij zoals hier uitziet. Dat was een hele goede zin. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik zei. Alles zodat hij hier uitziet. Ik heb niet alle details gemaakt. Het enige wat ik heb gedaan is het stukken doorwerk. Zo noem ik het. Ik heb de muren gefixt. En ik heb alle plafonnetjes overal gefixt. Elke kamer is nu recht. Om bewijzen van een doel te krijgen. Zoals deze kamer hier. Ik heb ook de andere kant ingang hier gemaakt. Die ziet er nu ook gewoon een keertje goed uit. Daar ben ik echt blij mee. Het ziet er gewoon mooi uit. Nu twijfel ik wat ik hier ga doen. Ik dacht hier een grote eettafel in het midden. Dan hier een jukebox zodat ik muziek aan kan zetten voorbij het eten. Dat leek me oprecht wel leuk. Kan ik alle andere kingdoms uitnodigen? En dan gaan we naar de interessante gedeelte. En dat zijn namelijk alle bovenkamers. Als je hier bovenaan komt zo en je gaat naar links. Dan kom je in deze ruimte hier. Helemaal ready om ook ingericht te worden. Dan hier heb je een lange gang met wat bedden. Nou, die bedden worden natuurlijk weggehaald. En je komt gewoon... Dit wordt gewoon een doorloopgang. Maar hier heb je natuurlijk mijn chestruimte. Hartstikke leuk. Dat zag er eigenlijk al zo uit. Maar nu is het gewoon afgewerkt. Dan hier wil ik mijn smeltkamer maken. Oftewel gewoon eigenlijk alleen maar furnaces die... Ja, spreekt voor zich. Smelten. Want als de furnace smelt niet, wat in de furnace zit, dat smelt. Dan loop je hier door de gang. Kijk wat een prachtige schaduw aan de zon. Wat mooi ook weer dit, hè, jongens. Dan kom je hier aan. Origineel wilde ik hier mijn wapenkamer maken. Maar ik dacht, dit is eigenlijk toch een perfect de bibliotheekruimte. Als ik hier nou gewoon mijn bibliotheek maak en de enchanting table. Want er is ook een perfect midi hier. Dus hier kan je echt lijpe dingen mee. Dus ja, dat komt hier. Hier komt de enchantmentruimte. Dan lopen we even terug hierheen. En dan hebben wij, als we langs de kistenruimte gaan, hier links, gewoon een doorloopgang met hier een leuk balkonnetje waar gewoon details gemaakt moeten worden. En de toren daar omhoog. Hier is verder niks nuttigs hier. Dan kan je of zo terug waar ik vandaan kwam, of je kan via het balkon doorlopen en dan kom je gewoon weer in deze ruimte terecht. Dit is bij het grote trappenhuis. Maar als we dan in plaats van naar de kist te gaan, de andere kant op gaan. Kom je ook in een doorloopruimte waar niks nuttigs gaat zijn, alleen maar detail. Maar een trap omhoog. En dan nog een keer de trap omhoog. En dan deze ruimte. En hier wil ik mijn slaapkamer van maken. Hier wil ik één bed plaatsen. Zo echt gewoon de master bedroom met vier mooie raampjes waar ik overal naartoe kan kijken. Jij mag, wat gaat de tijd snel. En dan hier mijn armor stand met mijn favoriete armor. Een kistje met extra gear. En gewoon het standaard gedoetje wat je in je slaapkamer zou neerzetten in Minecraft. Dan lopen we terug naar de andere kant. Dan hebben we deze kant van de verdieping gehad. Dan gaan we eens een half verdiepingje naar beneden. Komen we weer in een grote hal terecht om dan vervolgens weer omhoog te gaan aan de andere kant. Ik weet niet wat ik in deze ruimte wil doen hier. Ik heb hier deze hele ruimte ook netjes afgewerkt. Ziet er hartstikke leuk uit. Hartstikke mooi, maar wat moet ik hier plaatsen, jongens? Het is, I don't know, man. Hier misschien de wapenkamer van maken? Is dat een optie? Of hier gewoon een soort woonkamer idee van maken en verder niks nuttigs toevoegen? Wat zou je allemaal nog meer in je base willen? Nou, in ieder geval grote mooie ruimte. 4 verschillende ramen. Dit tel ik misschien als 1, dus eigenlijk 3.
Veel uitzicht op de brug ook. Gewoon, hier is echt een lijp uitzicht wat je zelfs hebt. Maar dan heb je hier het trappetje omhoog. En nu komt een interessant stukje, vind ik. Het is een heel dun gangetje. Die helemaal dwars door het kasteel naar de andere kant toe gaat. Dat je denkt van, maar daar waren we net al geweest. En daar was niks. Maar dan gaat hij hier weer omhoog. En dan kom je bij een twee kleine raampjes terecht in een heel klein kamertje. Om vervolgens door de deur te gaan. En dan wordt het in één keer weer wat groter. Dan heb je hier eerst rechts een trappenhuis weer. Nog een trappenhuis natuurlijk. Die zo omhoog gaat. En dan kom je in een van de hoogste torens van heel het kasteel terecht. En dat is namelijk deze toren. En hier heb je uitzicht letterlijk op alles. Op die kant, op die kant, op die kant. Alleen niet op die kant, want hier is het kasteel zelf. Maar je kan wel mooi naar de poort kijken. En je kan naar Stip kijken, dat is ook leuk. Dan gaan we vervolgens weer naar beneden. Hoppakee, zo, dan zijn we hier weer terechtgekomen in het kleine kamertje. En als we dan doorlopen, kom je hier op het mega balkon terecht. Waar ik denk ik ook gras, blaadjes, bomen, et cetera wil plaatsen. Het is een beetje hetzelfde als hier beneden. Gewoon dat, maar dan groter. En dan kom je hier in de grootste toren van allemaal. Waar ik nog steeds de vergaderruimte ga maken. Hier komt absoluut, jongens, een vergaderruimte. Dit is zo'n leuke kamer om dat te doen. Ik kan gewoon echt een ronde tafel neerzetten zoals dit. Gewoon een perfect rond tafeltje. Met allemaal stoelen eromheen. Een grote map misschien in het midden. Waardoor ik letterlijk ook Kingdom Koud kan zien. Kingdom Jungle en misschien zelfs Kingdom Voorde daar in de verte. Allemaal op dezelfde map. Ik denk dat ik dat legit voor elkaar kan krijgen. En als het goed is, was dat hem. Volgens mij hebben jullie nu alles gezien van het kasteel. Zoals je ziet is het inderdaad nog niet. De meubels staan er nog niet in. Maar het schilderwerk, het stucadoorwerk, alles wat eigenlijk in een normaal huis gebeurt, dat is allemaal al gedaan. Dus het is helemaal ready om nu gewoon alle andere leuke dingen te doen. Maar jongens, zoals ik al zei, ik ben afgelopen 3 uur hiermee bezig geweest. Ik vind het oprecht wel even mooi geweest. Ik heb het serieus wel even gezien nu met het kasteel. Ik denk dat ik volgende aflevering de laatste details erin ga maken. En dan kan ik hem misschien zelfs als afbeschouwen. Maar laat maar in de reacties weten wat ik in die ene kamer daarboven moet plaatsen als je een leuk idee hebt. Zo, jemig, wat praat ik daar veel achter elkaar. Mijn stembanden zijn moe. Laten we even wat spulletjes opruimen die ik hier allemaal in mijn inventory heb. En dan is het tijd voor het bouwbedrijf, denk ik. En wat zou een leuke plek zijn voor het bedrijf? Ik heb mijn vlot natuurlijk daar, dus ik ga niet nog iets op het water plaatsen. Ik denk dat ik deze keer wel op de cliff zelf wil werken. Daar komt de redstone winkel van Maurits en Mark. Waar zou ik ruimte hebben? Ik zou daar daadwerkelijk ruimte hebben. Laten we het daar dan ook gewoon doen. Oh mijn god, ik viel bijna. Dat is denk ik de beste plek om dat te gaan maken. Dat wordt dan, ik denk gewoon in het midden. En is dit het midden? Dit is het midden, hè, hier. Als ik nou in plaats van in de cliff gewoon een heel klein plekje op de cliff maak hier, heb ik wel wat leuks. Ik heb wel wat leuks in gedachten. Kijk, hier heb ik een mooi ruimtetje. Oh mijn god, dit is dark oak. Oh my, deze, dit is letterlijk van mij. Dat wist ik niet. Huh? Alle dark oak in de hele wereld is van mij, jongens. Dat is gewoon hetzelfde als dat alle spruce in de hele wereld van Bram, Rick, Justin en Robin en zo is. Dat hebben we gewoon afgesproken van tevoren. Maar ik heb hier gewoon eigen privéplekje. Dat wist ik niet. Dat gaan we dan ook gewoon gelijk hier maken. Ja, dit wordt leuk. Hier heb ik echt een leuk idee. Nu ik weet dat dit hele ruimtetje hier van mij is. Oh, dan gaan we wat leuks maken. Dan gaan we in plaats van hier op de cliff, gaan we een doorgang maken vanaf het winkeleiland dat zo hierheen loopt. Naar dat kleine plekje hier van mij. Met een pad gewoon. En dan daar doen we een soort kamp wil ik hem maken. Met een kraantje. Zo'n hijskraantje, weet je. Maar een heel klein middeleeuws kraantje. Een kampvuurtje, een plekje. Gewoon eigenlijk een bouwconstructie. Iets dat ze aan het bouwen zijn, maar nooit af gaat zijn. Omdat het een bouwbedrijf is. Hey, dan link je het bouwbedrijf ook daadwerkelijk aan je winkeltje. Dat is oprecht wel heel leuk. Dan beginnen we gewoon simpel met de dingen hier weghakken en het pad. Ik denk dat dat legit het simpelste is om te maken. Nou, ik heb deze, spruceboom weggehakt. Waar ik 6 spruceblokken uit krijg. 7 zelfs als ik deze oppak. Maar ja, ik mag dit niet houden. Omdat dit niet mijn boomsoort is. Dus tot ziens, spruce. Hij verdween in de lucht. What the fuck? Nee, al die blokken mag ik daarvan niet houden. Kijk, ook mag iedereen houden. Maar het is hetzelfde als iemand een dark oak boom weghaalt. Dat is niet van jou, weet je. Dat hebben we gewoon van tevoren afgesproken. Zodat we echt goede handel. Hoe noem je dat? Handelssituatie krijgen. Gewoon dat de winkeltjes echt nut gaan hebben. Ik ben eerst weer even snel langs mijn eigen kasteeltje. Om wat spulletjes op te halen. Omdat ik bij lange na niet genoeg heb. Ik wil nu alles halen. Zodat ik maar 1 keer heen en weer hoef. En dat is dan nu. En niet dat ik zo meteen daarna kom. En dan besef, nee, ik ben nog wat vergeten. Ik hoop echt niet dat dat gaat gebeuren. Alright, ik heb alles. Hoop ik. Ik blijf zeggen, hoop ik. Maar ik heb een hele inventory vol. Laten we dan beginnen hier met een kist plaatsen. En daar gewoon alles even in douwen. Alright, laten we beginnen. Ik heb dirt meegenomen voor een pad. En daarmee kan ik gewoon het pad natuurlijk netjes maken. Ik kon niet een te mega gedetailleerd pad doen. Want ja, ik wil ook niet te mega veel tijd hierin stoppen. Ik wil hem letterlijk zo meteen al af hebben zelfs. Zo, dirt is aangelegd. Dan kan ik het nu even zo netjes maken. Ik denk dat ik het dan ook legit gewoon bij een pad als dit hou. En echt geen andere details erin ga maken. Zeg ik nu heel leuk. Kan altijd in de toekomst anders zijn. Maar in ieder geval deze aflevering ga ik het zeker niet meer aanpassen, dit pad. Er komen wel nog slaps bij dat je niet hoeft te springen. Maar gewoon door kan
gaan rennen. En, maar daar blijft het dan ook echt bij, hoor. Ik heb wel echt geluk dat een gedeelte van mijn biome gewoon hier te vinden is. Waardoor ik hier gewoon kan bouwen wat ik wil. Hoef ik niet maar op het randje te blijven van het winkeleiland. Zo, en dan zijn alle slabs erbij geplaatst. Waardoor het er eventjes wat netter uitziet zoals dit. Kijk, het is een beetje mijn stijl van mijn kasteel wil ik het ook doen. Dat het herkenbaar is dat het van mij is. Dat vind ik wel een hele leuke. Oh, ik ben wel één ding vergeten. Nee, dat zijn blaadjes. Oh, of een schaar op zijn minst of zo. Oh, wat stom. En ik heb ook geen ijzer bij, maar zeg maar dat er in ieder geval wat ijzer hier of zo in de winkels is. Anders moet ik helemaal terugrennen. Daar heb ik echt geen zin in. Kom op, heeft iemand hier met ijzer betaald? Nee. Hallo? Oh, heb ik ijzer in mijn ender chest? Of iets, of een schaar? Nee, ook niet. Dit is een enorm vervelende situatie. Laten we weer heen en weer rennen. Daar zijn we weer. En deze keer met ijzer, heel veel oak leaves en nog wat andere dingetjes. En een zombie die mag. Ik val in 3, 2, 1. Nee, dat gaan we niet doen, want dan sta ik in de fik. Daar heb ik geen zin in. Hé, nog een keer een ijzertje. Had handig geweest, als ik er maar eentje bij me had, had ik nu ook eigenlijk genoeg ijzer voor een schaar. Nou, dan doen we even de details aan de zijkant van het pad hier. En dat wilde ik dus heel graag met blaadjes doen. Wat vensters erbij, zodat mensen niet van het pad afdwalen. Niet dat het heel erg is, maar het ziet er gewoon een beetje... Ik vind het er mooi uitzien. Zo, hier nog wat leuke leaves. Hoppakee, is ook leuk gedaan. Hier misschien wat water. Oh, dit kan niet, want nu is het pad verpest. Zo, hier wat water. Ik heb alleen niet genoeg daarvoor, dus dat wordt even één kleine sprong naar beneden doen in 3, 2, 1. 360 had ze flats. Hoppakee, we hebben wat extra water. Om vervolgens simpel dit te doen, zo, zo. En dan hebben we infinite water. Hoppakee, nou. Nou, dit ziet er toch leuk uit. Leuk kampvuurtje erbij. Ah, niet opstaan. Dat is nooit handig. Trapdoors bij het kampvuur. Want dat zijn natuurlijk de stoeltjes waar mensen heel graag op zitten. Dan een beetje dit eromheen. Maar al te graag nog wat bosjes erbij. Die kist die blijft hier natuurlijk niet staan, hè jongens. Dat verdwijnt nog. Ik heb ook flowerpot meegenomen. Ik weet niet precies waarom. Maar als ik daar dit in doe, dat leek me oprecht wel gewoon leuk. Flowerpot met een mushroom erin. Hier wijkt het pad een beetje af. Naar weet ik veel waarheen. Een plekje waar we eigenlijk niet nodig gaan hebben. Maar het is leuk om het pad een beetje af te laten wijken. Natuurlijk. Oeh, ik heb wel een idee wat daar ligt. Kijk, daar hebben we natuurlijk logs. Als we die nou gewoon zo neerleggen. Dat is een omgehakte boom, weet je? Of gewoon het hout van een omgehakte boom. Dit is echt het meest typische detailwerkje wat er is in Minecraft. Hout van een omgehakte boom. Oh, kut. Nu ben ik weer wat vergeten, jongens. Oh, nu had ik ook rails mee moeten nemen. Want dat kan er natuurlijk overheen. Dat zijn die touwen die hem vasthouden. Man. Oh, maar ik heb ijzer. En ik heb hout. Is dat niet alles wat je nodig hebt daarvoor? Misschien nou crafting table doen. Met daarnaast een stone cutter. Gewoon uit details, zo. Kan ik hem ook nog eens gebruiken? Als ik nou alles omzet in sticks. Zo. Ik weet namelijk niet meer precies hoe je een mine rails maakt. Maar ja, dit is hem. Beetje zonde... Oh mijn god, ik heb veel te veel gemaakt. Beetje zonde van mijn eisen. Maar hè, moet kunnen. Zo. Hoppakee. Wat ik altijd mooi vind met dit soort dingen, jongens. Dat is dan even een tipje van Max. Ik weet alleen niet of dat er nu leuk uit gaat zien. Maar ik kan... Oh mijn god, dan pakt hij alles in één keer. Kijk, maar wat ik altijd leuk vind is om dan hier ladders te doen. Zo. Dan is het net alsof je zeg maar aan die kant gewoon strak er tegenaan zit, weet je. Ga ik best ook hier doen dan. Zo. Ja, dat is wel leuk, hè. Zit het strak aan één kant er tegenaan. Nog hier wat bosjes om het even af te sluiten. Zodat mensen niet denken dat het nog verder doorloopt. Even... Af en toe wat sneeuw vervangen voor dirt. Om de mixer een beetje aan toe te voegen. Fancies erbij. Ja, dat is leuk, jongens. Dat is leuk. Dan vergeet ik allemaal mijn lantern shot. Het is nu overal waarschijnlijk pikdonker hier. Er moeten overal zoals dit een beetje lanterns staan. Ja, anders zien we al helemaal niks. Dat is ook niet echt handig. Zo. Hier nog een mooie lantern. Dan douwen we hier ook een mooie lantern erbij. Zo. Ja, dat moet ik eigenlijk even 's nachts zien. Want dan krijg ik het volledige effect ervan. Kampvuur geeft toch al genoeg licht. Het is echt een kamp aan het worden. Hier wil ik een hijskraan hebben. Heel graag. En aangezien ik van mezelf weet, ik heb geen idee hoe een hijskraan in de middeleeuwse tijd er een beetje uitzag. Ga ik wel van een plaatje van YouTube werken van dit, jongens. Want anders wordt het echt onmogelijk. Ze gaat het er ook echt niet uitzien. Ik wil hem niet één op één namaken, maar ik wil wel een beetje inspiratie opdoen daaruit. Nou, laten we beginnen. Ik heb van alle soorten steen bij me, een beetje hout. En ik denk dat het wel goed moet komen. Het voordeel is dat een hijskraan in de middeleeuwen er 100% hetzelfde uit gaat zien als de stijl van mijn kasteeltje. Dus lekker steenachtig, lekker houtachtig, lekker steen- en houtachtig. Gewoon, that's it. Nou, hij is klaar. Ik was een beetje aan het struggelen met mijn eigen variant. Dus ik heb gewoon zoveel mogelijk van mooie plaatjes opgezocht. En hij is echt leuk geworden. Dit had ik echt niet zelf kunnen doen. Puur omdat het zo'n specifiek object is. Weet je, gebouwen en details en weet ik wat. Alles uit mijn eigen hoofd lukt altijd wel. Maar dit is zo'n specifiek iets. Maar hij is wel echt leuk geworden. Ik vind hem zo cool met die kettingen zo die zo lopen. Het is echt alsof hij ook kan werken, weet je. En hij hangt boven het pad. Maar het begint echt een beetje op een constructieplek te lijken nu. Dus dat is goed. Dan nu is het tijd voor een onafgemaakt huisje. Want daarin komt namelijk de plek waar je daadwerkelijk dingen kan kopen. Of een afspraak kan maken, kan ik beter zeggen nu. Dat ga ik met steen doen. Omdat het dan al helemaal is alsof ik hier een klein kasteel
kasteeltje bouw. Naar mijn keuze, weet je. Dat ze hier gewoon nog druk mee bezig zijn. Misschien om een soort miniatuurkasteeltje van mijn kasteel te maken. Daar wil ik het een beetje op laten lijken, denk ik. Details erin plaatsen. En dan denk ik dat ik het eigenlijk zo wel voor gezien wil houden. Misschien een beetje wat dingetjes hier zo neerzetten. Misschien nog een hoopje met steen. Dat dat een beetje is waar ze hun steen vandaan halen. Kijk, alsof hier ook nog een hoopje zo ligt. Waar ze gewoon hun blokken terecht kunnen pakken. Ik zeg wel hun, maar ik kan beter zeggen ik. Want ik ben het bouwbedrijf, dus wie is hun? Ik zeg de hele tijd al hun, maar er is niet echt een hun. Kijk, daar ligt het prachtige stone bricks. Dan hier leggen we gewoon een hoopje met stront, oftewel cobblestone. Zo, dat is ook dan weer gedaan. Misschien dit nog wel zo zelfs. En dan is het nu tijd om, denk ik, de dinges neer te zetten. Ik heb, hoe heet het meegenomen? Een lectern heb ik meegenomen. Even kijken. Juist. 24 zelfs. Laat ik die dan hier plaatsen. En daar, oh, ik heb geen boeken quill bij me. Nee. Dat is het enige wat nog mist. Een boeken quill. Ik heb wel boeken mee, maar geen inkt en geen veren. Waar het ook op kan lijken, is dat hier een ruïne ligt van een oud kasteeltje of zo, weet ik wat. En dat ze die aan het opknappen zijn. Dat is hoe je het zelf interpreteert. Lekker vaag. Plaatsen we nog wat van deze leuke random dingetjes waar je echt helemaal niks aan hebt. Maar het ziet er oprecht wel leuk uit. Alright. Dan de boek en quill. En dan denk ik dat het klaar is. Is het dan klaar? Heb ik nog iets liggen wat ik aan wil plaatsen? Oeh, scaffolding. Ja, die had ik meegenomen zodat het al helemaal leek op constructie. Kijk, een beetje zoals dit, weet je. Zo. Gewoon af en toe een scaffolding hier en daar plaatsen. Daar tegenaan, zodat het niet lijkt alsof ik het per ongeluk heb gedaan. Trapdoors. Zo. Dan ziet het er nog uit alsof het er echt hoort. En niet van, oh, Max is vergeten ze scaffolding weg te halen. Die gebruikt heeft tijdens het bouwen. Oké. Okay. Oh, wacht. Ik weet ook nog één laatste dingetje. Oeh, dat mag ik zeker niet vergeten. Ik heb bones meegenomen, zodat ik hiervan boomiel kon maken. En overal, eventjes. Juist. Oh, dit maakt het af. Jongens, een bouwwerk zonder boomiel is geen bouwwerk. Oké, okay, nu ziet het er helemaal compleet uit. Wat een gezellig nieuw ruimtetje is het hier waar ik mijn winkeltje kan plaatsen. Hé. Nu de boek en quill erin, zoals ik al eerder zei. En dan is het gewoon af. Is het finito. Laten we die dan ook thuis ophalen. Nou, we keren terug. Ik heb meerdere bij me. Oh, ik vind het echt leuk eruit zien hier. Dat is het gezellig. Laat ik dan nu eventjes een boekje schrijven. Alright, welkom in de bouwwinkel. Wil je dat ik wat voor jou ga bouwen? Laat dan even een boekje achter in de barrel rechts van je. De prijs verschilt per bouwwerk. Op de volgende pagina staat hoe het werkt. Dit is gewoon de eerste pagina. Lekker simpel, lekker duidelijk. Daarna, mijn bouwwerk, puntje, puntje, puntje. Locatie, puntje, puntje, puntje. Heb ik de blokken al, ja of nee? Wil je me helpen met bouwen? Of wil je meehelpen met bouwen, ja of nee? Dit is hoe mensen letterlijk hun boekje achter moeten laten. Meer heb ik niet nodig. Hierdoor kan ik zien hoeveel ze, of wat ze willen. Hier kan ik zien waar ze het willen. Hier kan ik zien of zij de blokken hebben, of ik die zelf moet regelen. Want dat bepaalt natuurlijk ook de prijs. En of ze mee willen helpen. En daarna als laatste, boekjes kan je vinden link in de barrel links van je. En dan streepje bouwwinkelmakkers. Zijn bouwwinkel noem ik hem ook letterlijk gewoon. Hoppakee. Dan heb ik een barrel links nodig. En een barrel rechts. Hier kan ik de boekjes even in kwijt. En daar rechts moet ook nog een barrel komen. Zo, die hebben we dan ook. En die plaatsen wij hier. Hatseflat. Zijn er nog tegenaan zelfs. Afspraken. En hier boekjes. Hoppakee. Dan een vriendelijke oproep naar de eerste beste contentvener die hier komt. Kan je op mijn Science Glow Ink Sex plaatsen? Dan geven ze licht. Nu kan je gewoon niks zien. En ik heb zelf geen zin om nu heen en weer te gaan lopen. Dus een vriendelijke oproep. Wat ik dan hier zo doen. Zo. Dat ziet het tenminste nog een beetje uit. Nou, dan is de bouwwinkel klaar. Mensen kunnen nu een afspraak maken. Wanneer ze willen. Laat ik nu een beetje advertisement plaatsen. Als je door de portal komt bij het winkeleiland. Zo, dan kom je hier. Loop je hierheen. Vanaf de portal natuurlijk. Nieuw bouwwinkel, die kant op. Maar ja, wederom geeft geen licht. Dus nog een keer vriendelijk oproep aan alle contentveners. Heb je een glowing insect? Loop je nou toevallig hier? Laat hem even licht geven. Ik ben er oprecht tevreden mee. Ben benieuwd of mensen überhaupt wat gaan willen dat ik wat voor ze ga bouwen. Ik denk het wel, omdat heel veel vinden het fijn om gewoon aan andere dingen te gaan focussen en dan het bouwen een beetje achter hun te laten. Maar ik vind bouwen natuurlijk gewoon hartstikke leuk om te doen. Laten we alles weer meenemen. Oh, god, dat is wel heel veel trouwens. Er ligt hier wel echt heel veel. En die kisten hier ook met al die spullen. Oh, dat wordt meerdere keren heen en weer lopen. Goed, we hebben alles achtergelaten. Nu mogen we nog een keer heen en weer lopen. Wat is het toch leuk om zo vaak heen en weer te lopen, jongens. Echt heerlijk, hoor. Geniet ervan. Besef me net dat ik nu eigenlijk ook gewoon glow insects mee had kunnen nemen. En dat had het ook gewoon opgelost. En dat ik het niet hoef verwachten en zo, want ik was nu toch heen en weer lopen. Ah joh, boeien. Volgende keer. Kom wel een keertje. Ik heb genoeg ruimte voor dit, ja. Maar laat ik één kissie gewoon houden, want ik vond het er op zich niet zo heel verkeerd uitzien, dat kissie daar. Oké, dan laten we dit achter ons. Ik denk dat het mooi is geweest. Ik wacht wel op de eerste klant vanaf nu.
Zo, hoppakee. Laatste keer dat we in ons kasteeltje aankomen voor vandaag. Het was productief. Het is echt, ik heb zoveel gebouwd vandaag. Dat is echt niet normaal. Ik heb echt een één stuk doorlopen bouwen, joh. Maar goed, voor vandaag zit de aflevering erop. Het heeft een hele middag gekost. Ik weet niet hoe lang hij is. Editor, laat even een timestamp achter hoe lang de video is. Want misschien is hij te kort. Ik weet het niet. Sorry, editor, dat je zoveel moet doen. Maar goed, voor nu ga ik de video afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Wil je nou ook een keer dat ik wat voor je bouw? Dan moet je eerst een whitelist hebben. En die heb je niet. Dus je hebt pech. Kijk ook zeker even deze video. Enorm leuke video. En dan nu spreek ik later. Glaasje hart. Tot vier flessen bier. Daa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 a